Goedenavond, kijkers, luisteraars. Ik voel me bevoorrecht dat ik wederom deze livestream-uitzending mag verzorgen. De uitzending van vanavond en het onderwerp van vanavond ligt een beetje in het verlengde van de uitzendingen die ik in het afgelopen voorjaar mocht doen, waarvan de laatste drie gingen over de vraag: leven wij in de dagen van Noach? Ik heb toen wat verteld over hoe we het profetisch woord kunnen en mogen lezen. Ik heb iets verteld over de bouw van de ark die door Huiberts is gemaakt en of dat mogelijk een teken is in onze tijd, een teken van God, een vingerwijzing. En vanavond wil ik een onderwerp met u behandelen over de vraag: kunnen wij het woord van God krachteloos maken? En dat kan. En daar heeft Jezus uitdrukkelijk over gesproken en ons voor gewaarschuwd. En over die waarschuwing wil ik vanavond enkele woorden tot u richten. Voordat we daaraan beginnen, laten we eerst stil worden, omdat we in alles afhankelijk zijn in spreken en luisteren van de genade van Gods Heilige Geest. Leg, Heer, uw stille dauw van rust op onze duisternis. En maak ons in dit uur innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is. Amen. Het onderwerp van de lezing van deze avond vindt u in Markus 7. En dat begint dan bij vers 6. Jezus spreekt daar nogal krasse woorden en pakt daar nogal stevig uit. Markus 7, ik begin bij vers 6 en dat loopt dan eigenlijk door tot en met vers 13. Maar ik lees niet alle versen, ik haal er de hoofdgedachte uit die de leidraad is voor wat ik vanavond tot u mag zeggen. Maar Jezus zeide tot hen: terecht heeft Jesaja van u, huigelaars, geprofeteerd. Zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Tevergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overleveringen der mensen. En hij zeide tot hen: het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking, om uw overleveringen in stand te houden. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos. Andere vertaling is buiten werking stellen. Zo maakt gij het woord krachteloos, of u stelt het buiten werking door uw overleveringen die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. Het zijn radicale en harde woorden die Jezus hier spreekt. En hij spreekt hier niet tot het volk. Hij spreekt hier ook niet tot discipelen, zijn leerlingen. Maar hij spreekt hier rechtstreeks tot de upper ten, tot de geestelijke klasse, de fariseeën en schriftgeleerden. Je zou in onze dagen kunnen zeggen: hij spreekt regelrecht tot de priesters en de predikanten, de elite van de kerk, die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de geestelijke vorming van het hele volk. En hij verwijt hun dat zij de woorden Gods die ze kennen en waar ze over spreken, dat ze die krachteloos maken. En een andere vertaling is: je stelt ze dan buiten werking. En Jezus geeft in deze woorden, als je ze goed bestudeert, meteen drie redenen aan waarmee wij de woorden Gods krachtloos kunnen maken. Want het is niet alleen een probleem van voorgangers en priesters, het is in wezen een probleem van ieder christen. Je kunt als ouders tegenover je kinderen het woord van God krachtloos maken. Je kunt als vrienden tegenover elkaar het woord van God krachtloos maken. Je kunt als predikant het woord krachtloos maken. En zo kunnen er allerlei voorbeelden gegeven worden. Maar heel concreet geeft Jezus hier drie redenen. De eerste reden is, en dat is een reden waar we allemaal aan kunnen lijden en waar ik ook fout in mijn leven heb gemaakt, dat is door een leven te leiden dat niet in overeenstemming is met de opdracht van God. En als ik dat zo zeg, dan gaat het niet om de fouten die we maken in het leven, maar dan gaat het erom dat er mensen zijn die bewust een leven leiden dat in tegenspraak is met het woord van God. Het aantal geestelijken dat van de kansel verkondigt dat we geen overspel mogen plegen, maar die toch overspel plegen, dat is een dubbel leven. Dan stel je het woord Gods buiten werking. Maak je het krachteloos. Mensen die spreken over eerlijkheid en oneerlijk leven leiden, maken het woord van God krachteloos.
Geestelijken kunnen dat doen, maar ouders kunnen dat bijvoorbeeld ook doen tegenover hun kinderen. Ik had, toen ik in de puberteit kwam, had ik niet zoveel met de Bijbel en niet zoveel met de kerk. En lette ik erg goed op mijn ouders. En elk foutje dat ze maakten, wist ik ze heel goed in te peperen. Want dat was mijn manier om uit de kerk te komen. Om zondags niet naar de kerk te hoeven gaan. En iedereen die opgroeiende kinderen heeft, die kent dat probleem. Maar dat neemt niets af van de indringendheid en de waarschuwende kracht van deze woorden. Wij kunnen dus allemaal het woord van God krachteloos maken of buiten werking stellen. En een van de eerste redenen is, die noemt Jezus hier ook, dat is een leven leiden dat niet in overeenstemming is met de opdracht van God. Een tweede reden die Jezus hier noemt is dat wij voor elkaar regels stellen die we zelf niet nakomen. Ook daar heb ik me aan bezondigd. Als ik kritisch kijk naar mijn eigen leven, heb ik eisen gesteld aan mijn vrouw, mijn kinderen, vrienden, gemeenteleden, die ik zelf niet nakwam. Of niet volledig nakwam. Niet dat ik dat opzettelijk deed, maar ik deed het. En daarom hebben deze woorden voor mij altijd een grote impact en betekenis gehad. Elke preek, elke bijbelstudie, elke conferentie die ik in de afgelopen 50 jaar heb voorbereid, waren deze woorden altijd in mijn gedachten. Pas op, Dick, dat je het woord van God niet krachtloos maakt. En dat had ik nog veel sterker door die derde regel. En die derde regel die Jezus hier geeft is dat je anderen wil geven wat je zelf niet bezit. Ook daarmee kun je het woord van God krachtloos maken. En bij die derde regel word ik altijd weer bepaald. Dan zie ik het gezicht van tante Corrie ten Boom voor me. Ik was ongeveer 20 jaar toen ik voor het eerst mocht spreken op een conferentie waar zij de leiding had. En na de conferentie nam ze me apart. En toen zei ze, Dick, ik wil één ding tegen je zeggen en je op het hart drukken. Spreek nooit boven jezelf uit. Spreek alleen over die dingen die geestelijk, materieel, praktisch waar zijn in je eigen leven. En dat is me mijn hele leven bijgebleven. Ik ben nooit losgekomen van die woorden. Nog is het zo, ook toen ik deze lezing voorbereidde, dat ik dat gezicht van tante Corrie zag. Ik was een jongen van 20 jaar, enthousiast, vol van het evangelie, echt tot geloof gekomen. En tante Corrie zei tegen me, Dick, pas op dat je nooit boven jezelf uitspreekt. Want dan probeer je anderen te geven wat je zelf niet bezit. En dan maak je daarmee het woord van God krachtloos. Dan word je een prediker, een theoreticus. En dan heb je misschien de waarheid wel aan je kant. En het gelijk aan je kant. Maar je hebt de kracht van God niet aan je kant. Want de kracht van God werkt alleen daar waar God werken kan. En dan ben je een verstopt kanaal. En ik ben dat nooit vergeten. En daarom is die waarschuwing voor mij iets geweest wat me begeleid heeft op mijn hele levensweg. Plus dat ik deze waarschuwing ook tegen ben gekomen in het leven van Paulus. Paulus schrijft in 1 Korinthe 9 vers 27 dat ik niet naar anderen gepredikt heb, zelf afgewezen word. Dat is voor mij altijd een zorg geweest. Ik heb daar vaak over gesproken met mijn vrouw en met mijn vrienden, dat ik altijd gedrukt ga onder die zorg dat ik niet naar anderen gepredikt heb. En ik heb veel gesproken, conferenties, kerkdiensten, honderden, duizenden preken gemaakt in al die jaren. En dat ik dan niet naar anderen gepredikt heb, straks als ik bij de Heer ben, zelf afgewezen word. Want dat kan. Dat risico zit erin. De mensen van de brede weg uit de bergreden zijn allemaal christenen. En aan het eind zegt Jezus, ga weg van mij, ik heb je niet gekend. Ja, Heer, maar we hebben gepredikt, we hebben zieken genezen, we hebben doden opgewekt, lees het maar na in Matthäus 7. Ze hadden een heel repertoire wat ze allemaal gedaan hadden in dienst van de Heer. En toch zei de Heer, ga weg van mij, ik heb u niet gekend. Zij hebben anderen dus lasten opgelegd die ze zelf niet gedragen hebben. Ze hebben anderen willen geven waar ze zelf geen deel aan hadden. En dan maak je het woord van God krachteloos. En we weten dat allemaal, want we voelen allemaal als we in de kerk zitten, als er een dominee staat die staat te verkondigen wat hij zelf niet gelooft. Dat weet je meteen. Ik heb wel eens als voorbeeld gegeven, als ik een lezing moet houden over vrouwen, dan weet u exact de overgang waar ik overga over mijn eigen vrouw, zonder haar naam te noemen. Ik kan namelijk heel dierbaar en heel mooi spreken over vrouwen. Ik heb op allerlei conferenties en vrouwenbewegingen mogen spreken. Eén keer in de Tamboer in Hoogeveen voor 600 plattelandvrouwen. Dat was een geweldige ervaring voor mij als man alleen. En ik kan heel ontroerend, ik heb ook 2 dochters, dus ik heb 3 vrouwen. Ik kan heel ontroerend en mooi over vrouwen spreken. Maar iedere luisteraar weet meteen als ik overschakel over mijn eigen vrouw. Waar zit het verschil? Die anderen zijn vrouwen. Maar
Die ene is de vrouw waar ik een relatie mee heb. Die niet buiten mij leeft, maar die in mij leeft. Waar ik van hou, die ik lief heb, waar mijn hele leven bij betrokken is. Op dat moment ben ik dus geen prediker meer, maar een getuige. Een getuige van wat ik zelf met haar beleefd en meemaak in lief en leed, in voor- en tegenspoed. En zo is het ook met het evangelie. Je kunt op de kansel staan en dingen verkondigen waar je zelf niet in gelooft. Dan leg je mensen lasten op, je legt ze geboden op, je spreekt woorden waar je zelf niet in gelooft, waar je zelf niet in deelt en waar je geen bezitter van bent. En ik kan me er niet aan onttrekken dat we nu in een tijd leven waarin meer dan ooit en meer dan vroeger het woord van God op allerlei manieren krachteloos gemaakt wordt. Denk alleen maar aan het feit dat in onze gevestigde kerken in Nederland, en dat geldt in heel West-Europa en heel de westerse wereld, de Bijbel krachteloos is gemaakt door heel veel mensen door hem te degraderen tot een verhalenboek. En er wordt ook steeds meer vertaald tot een verhalenboek. Het wordt een verhalenboek. Maar de Bijbel is geen verhalenboek. De Bijbel is woord van God, is profetie en heeft te maken met de concrete manier van leven en werken en onze levensstijl in deze wereld. Heel veel mensen hebben de Bijbel in onze tijd gereduceerd tot een verhalenboek waar je vrij blijvend mee om kan gaan, waar je uit kan halen wat je aanspreekt en waar je van kunt laten liggen wat niet past in het tijdsbeeld. Maar de meest ernstige manier om het woord van God krachteloos te maken, en daar wil ik vanavond de nadruk op leggen, dat is het woord van God buiten werking stellen, krachteloos maken met behulp van de Bijbel zelf. En dat is een risico wat je sterk loopt als predikant. En als priester en als mens die onderwezen is in de Bijbel. Je kunt het woord van God krachteloos maken met de Bijbel zelf. Ik geef een aantal concrete voorbeelden. Het eerste voorbeeld, dan herinnert u zich weer de vorige uitzending toen ik gesproken heb over Lucas 21. En in Lucas 21 bevinden we ons in de profetische reden van Jezus die hij uitspreekt op de Olijfberg, kijkend over Jeruzalem. En de discipelen zijn trots op die stad en dan zegt Jezus, ik zal je vertellen wat er tussen mijn hemelvaart en mijn wederkomst gaat gebeuren. En het eerste wat er gaat gebeuren, kort nadat ik ten hemel ben gevaren, deze stad gaat plat, wordt een puinhoop. Blijft geen steen op de andere staan. En het loopt erop uit, op angst onder de volken. Ja, het loopt uit op radeloze angst onder de volken vanwege de dingen die de volken, de wereld, de aarde en de schepping overkomen zullen. De geschiedenis loopt uit op angst. En Jezus spreekt zelfs van radeloze angst. Hoe reageren dan veel christenen? Dan zijn er in onze tijd heel veel christenen die met de Bijbel in de hand zeggen, ja, Dick, maar dat is niet voor mij, want dan zijn we opgenomen. Dan heb je dus met de Bijbel in de hand de woorden van Jezus krachteloos gemaakt. Want dat is niet voor mij, nee, dat is voor het Joodse volk. Of dat is voor de volken, maar het is niet voor ons als kinderen Gods, want dan worden wij opgenomen, dan zijn wij opgenomen, dan zijn wij hier niet meer. Dan heb ik een aantal vragen. En ik hoop dat u die vragen wilt beantwoorden. Vraag 1 is dan, geeft de tekst zelf daar een directe aanleiding voor? Als u Lucas 21 leest, die woorden, het loopt uit in de tijd van de dagen van Noach, in de dagen voor mijn wederkomst, op angst, ja zelfs radeloze angst onder de volken, geeft de tekst dan enige aanleiding dat we daar dan niet meer bij zijn? Ik kan die aanleiding niet vinden. De tweede vraag is, tot wie sprak Jezus? Sprak hij dan tot niet-christenen? Nee, hij sprak tot zijn discipelen. Dus hij sprak tot u en mij, want u en ik zitten hier dankzij het werk van de discipelen. Wij staan in die lange rij van leerlingen van Jezus Christus, al 2000 jaar. En dankzij de apostelen zijn wij tot geloof gekomen. Dus hij sprak rechtstreeks tot u en tot mij. Als die woorden dan niet voor ons bestemd zijn, dan heeft hij ons toch wel een beetje voor de gek gehouden. Want dan had hij dat eigenlijk wel uit zijn reden weg kunnen laten. Maar het feit dat ze daar staan en hij rechtstreeks tot zijn discipelen spreekt, betekent dat deze woorden ook rechtstreeks tot u en tot mij gesproken zijn. Dus die vraag zult u toch moeten beantwoorden. En ten derde geeft hij in dat gedeelte, als hij die woorden heeft uitgesproken over radeloze angst onder de volken, geeft hij ons 3 regels, 3 geboden, om met die angst om te gaan en daar niet in te gronden te gaan. Degene die roepen, ja, daar zijn we opgenomen, lezen die 3 regels dus niet meer.
Die hebben daar totaal geen aandacht meer voor. Daar lezen ze zo overheen, want het is toch niet voor mij. En daarom heb ik een tweede boek geschreven, als vervolg, op de dagen van Noach, over die drie regels. Want Jezus geeft, als hij spreekt over angst en radeloze angst in de dagen voor zijn komst, dan zegt hij, ik geef je drie aanwijzingen. Ik geef je drie geboden. Drie regels waarmee je het redden kunt. Regel 1, let op Israël. Dan zie je mij aan het werk. Regel 2, zie toe op jezelf. Dat is het moeilijkste wat er is. Ik ben een meester in het toezien op anderen. Ik heb gauw mijn oordeel en mijn woordje klaar, maar ik ben heel zwak in het toezien op mezelf. En Jezus zegt, in die tijd moet je toezien op jezelf. Dat je niet in een roes verkeert, in dronkenschap of in zorgen om je levensonderhoud. Exact onze tijd. We leven bijna allemaal in een roes. Toezien op jezelf. En als derde regel geeft hij, zie toe op jezelf en waakt en bid. Dat is toch tot ons gesproken? En als je dan zegt, ja heer, mooi over die radeloze angst, maar dat is niet voor ons en opgenomen. Dan zeggen die drie onderwijzende regels, want dat is gewoon aanvullend onderwijs, die zeggen u dan ook niks. En dan hebt u met het woord van God in uw hand het woord van God krachteloos gemaakt. Ja, maar zeggen anderen dan, er is toch wel een opname. Ja, maar die hoort helemaal niet in dit verband thuis. Wij hebben van die opname van de gemeente een leer gemaakt en die uit de Bijbel gehaald en geïsoleerd tot een zelfstandig iets. En er zijn zelfs hele kerken en gemeenten opgebouwd en als je het er niet mee eens bent, dan ben je er niet welkom. En als je het er wel mee eens bent, dan mag je daar blijven. Maar het is helemaal geen leer op zichzelf. Die woorden van de opname, die vinden we in 1 Thessalonicenzen 4 en die staan in het kader van rouwverwerking. Het zijn woorden waar ik veel over heb gepreekt, maar altijd op een begrafenis en bij een afscheidsdienst, als we afscheid namen van een geliefde. Want Paulus geeft daar antwoord op een vraag en die vraag was van de gelovigen in Thessalonica. Paulus, we zijn tot geloof gekomen, maar er zijn nu mensen gestorven. Hoe gaat het nou met de gestorvenen als Jezus terugkomt? Als Jezus nu komt, zijn wij erbij, als levenden. Maar waar zijn zij dan? En dan zegt Paulus heel simpel, op de dag dat Jezus terugkomt, staan zij die als kinderen God zijn gestorven, het eerst op. En wij levenden, die dan op dat moment leven, worden in een oogwenk veranderd en gaan de Heer tegemoet in de lucht. En samen gaan we de Heer ontmoeten. En dat is nou de troost. En hij eindigt dan met de laatste regel, vertroost elkander met deze woorden. Dus het is niet hier een leer, de boodschap van de opname is een troostwoord waarin Jezus zegt, als hij komt, zijn zij die ons voorgegaan zijn in de dood en wij die op dat moment leven, een eenheid. Samen, allemaal tegelijk, beleven we dat geweldige feest. En we zijn dan met zoveel, op aarde kan dat niet plaatsvinden, dus dat vindt plaats tussen hemel en aarde in de ruimte. Nou, geweldiger kan dat niet. En dan moeten wij dan niet een soort leer van maken waarmee we het woord van God krachteloos maken. Want dat moment is volslagen onbekend. Zelfs Jezus weet het niet. Jezus weet niet wanneer die komt, dus hij weet ook niet wanneer wij opgenomen worden. Dat is een mysterie wat in het hart van God leeft en voor ons volkomen onbekend is. En Paulus haalt die woorden nog één keer aan in de Korinthebrief en dan zegt hij dat ook letterlijk. Zie, ik deel je een geheimenis mee. In het Grieks staat daar, zie, ik deel je een mysterie mee. We zullen niet allemaal ontslapen, maar we zullen wel allemaal veranderd worden. Weer die nadruk, allemaal. We zijn er allemaal bij, we zijn samen als kinderen van God als Jezus terugkomt. Jezus wil ons allemaal tegelijk in onze opstandingslichaam ontmoeten tussen hemel en aarde. Dat is de troost als we aan een open graf staan. En daar heb ik me altijd door laten troosten als ik geliefden moest begraven en gemeenteleden. En ik heb er vele malen met vrijmoedigheid over gesproken. Maar hier heb je dus een eerste voorbeeld hoe je met de Bijbel in de hand het woord van God krachteloos kan maken. Een tweede voorbeeld. Wij leven op dit moment in een tijd die ik voor mezelf een beetje typeer, dat die gestempeld wordt door een eenzijdige prediking rond het thema Jezus houdt van je. Ik noem het Jezus houdt van je evangelie. Ook heel veel liederen worden er gezongen. Jezus houdt van je. Er schijnt een enorm gebrek aan liefde te zijn, maar dat wordt honderden keren gezegd. En je komt het tegen voor de radio, de televisie, overal in de prediking, wordt duidelijk onderstreept. Denk erom, Jezus houdt van je. Daar heb ik een paar vragen over. Het is natuurlijk waar dat Jezus van ons houdt. Maar het eerste merkwaardige is, Jezus heeft dat zelf nooit gezegd. Wilt u even?
Lees alle evangelieën maar door. Jezus heeft nooit gezegd, ik hou van je. Wat heeft Jezus wel gezegd? Jezus heeft meer dan welke andere prediker dan ook zo rechtstreeks en zo vaak gesproken over het feit dat we als mensen het doel kunnen missen. Dat er een tweede dood is. Dat er een buitenste duisternis is. Dat er een eeuwig verloren gaan is. En dat we aan het eind de boot kunnen missen. Dat heeft Jezus meer gezegd dan welke profeet en bijbelschrijver ook. Lees het maar na in alle bijbelgedeeltes, in alle evangelie. Hij sprak heel veel, rechtstreeks tot de mensen. Denk erom, er is een tweede dood. Er is een eeuwige verlorenheid. Je kunt het doel missen voor eeuwig. Er is een buitenste duisternis. Er is een hel. Jezus heeft het woord hel gebruikt. En verschillende malen. Dus door een eenzijdige prediking, Jezus houdt van je, raken die andere woorden van Jezus, die hij wel uitdrukkelijk heeft uitgesproken, onder het vloekleed. Want dat horen we niet zo graag. We horen niet zo graag dat Jezus zegt, Dick, je kan de boot missen. We horen niet zo graag, dominee, je kan naar de hel gaan met je evangelie. We horen niet zo graag dat er een buitenste duisternis is, maar dat heeft Jezus wel gezegd. Tegen gelovige mensen in zijn dagen. Dat je behoorlijk de boot kan missen, met je Bijbel in je hand. En daar heeft hij ernstig voor gewaarschuwd. En hij heeft het radicaal gezegd, zonder enig misverstand. Dus thans wordt weer iets benadrukt wat Jezus nooit rechtstreeks gezegd heeft. En wordt krachteloos gemaakt wat hij wel duidelijk en rechtstreeks gezegd heeft. En die woorden over hel, tweede dood, eeuwig verloren gaan, buitenste duisternis, dat is nou het bewijs van Jezus' liefde. Want daar wil hij u en mij voor bewaren. Dat is nou Jezus' liefde. Als Jezus hier vanavond zou hij zeggen, Dick, daarmee heb ik jou mijn liefde willen tonen. Niet om je bang te maken, niet om je angstig te maken, maar ik wil voorkomen dat je verdwaalt en dat je van die smalle weg afraakt en dat je blijft strijden om in te gaan. Want daar gaat het om. Je zit zo naast de smalle weg. Je kunt het woord van God krachteloos maken. Dit is een tweede voorbeeld. Daarom sprak Jezus over de brede en de smalle weg. En vroeger werd mij geleerd dat de brede weg dat de weg van de ongelovigen was. Daar hadden we ook een plaat over. Met zo'n loerend oog erboven in de klas. Ik werd er altijd een beetje angstig van. Dat keek altijd zo naar je uit dat driehoekje. Verschrikkelijk oog, verschrikkelijke plaat. Maar die brede weg is niet de weg van ongelovigen. Als je dat leest in Matteüs 7, dan zijn de brede en de smalle weg zijn twee wegen waar gelovigen op wandelen. Alleen, het is echt en wat erop lijkt. Het einde van de smalle weg is het eeuwige leven. Het einde van de brede weg is ook de ontmoeting met Christus. Heer, we hebben dit, we hebben dat. Sorry, zegt de Heer, ik heb je niet gekend. Dat is het drama waar Jezus ons probeert te bewaren. Dat je kunt wandelen als christen. Psalmen kunt zingen, in de kerk kunt zitten en aan het eind toch met lege handen kunt staan. En ik kan u in vertrouwen zeggen, ik heb als predikant bij veel sterfbedden gezeten, van predikanten, ouderlingen en gemeenteleden, maar ik heb er heel wat gehad die op een sterfbed tegen me zeiden, dominee, ik heb eigenlijk niks. Ik heb eigenlijk niks. Ontzettend verdrietig. Ik heb een paar keer op sterven gelegen, maar ik heb het iedere keer weer een wonderlijk mooie ervaring gevonden. En als de Heer me vanavond thuis roept, dan ga ik met vreugde. Want ik ben er helemaal klaar voor. Want het lijkt me geweldig om bij de Heer te mogen verschijnen. En voor zijn rechterstoel. Omdat dan uiteindelijk de echte Dick tevoorschijn komt. Zoals God hem ziet en zoals God hem heeft gemaakt in dit leven. En daar zie ik heel erg naar uit. Dus op deze manier hebben we een tweede voorbeeld. Dat we door een verkeerde prediking met de Bijbel in de hand het woord van God krachteloos kunnen maken. Ik geef een derde voorbeeld. Heel lang geleden heb ik op een mannenconferentie, waar er zo'n 600 mannen bij elkaar, een keer zo verteld. Wij worden in Nederland zwaar vervolgd. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb het ook een paar keer in de kerk gezegd, in de prediking. Dat was niet waar. In Nederland en in de westerse wereld is geen vervolging. Nou, geweldig. Ik ben van mening dat wij hier in de westerse wereld heel zwaar worden vervolgd. Alleen niet fysiek. Wij worden niet fysiek vervolgd, zoals in China. En zoals in de Aziatische landen en in Afrikaanse landen en zoals het in de Oostbloklanden is gegaan. Maar wij worden geestelijk vervolgd, psychisch vervolgd. En niet zo'n beetje ook, en heel zwaar vervolgd. En dan kunt u roepen van, ja, wij hebben godsdienstvrijheid, ja, we hebben op godsdienstvrijheid, ja. Maar we kunnen er amper gebruik van maken.
We hebben godsdienstvrijheid, maar we worden wel aan alle kanten vervolgd. Ook dat roept weer Bijbelse vragen op. Want als wij in Nederland niet vervolgd worden, als wij al 70 jaar in de westerse wereld nou niet vervolgd worden, wat doen we dan met de woorden van Jezus? Toen hij zei van, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jou vervolgen. En de knecht is niet meer dan zijn heer. Dus als ik roep, wij worden hier niet vervolgd, dan klopt iets niet. Want dan zeg ik eigenlijk tegen de heer, ze hebben jou al vervolgd. En daar in de elders in de wereld is het allemaal waar. Maar ik niet, ik word niet vervolgd. Weet je wat Jezus dan tegen mij zou zeggen? Dan ben je helemaal geen discipel van mij, jongen. Want ze hebben mij vervolgd en ze zullen jou ook vervolgen. Vervolging hoort gewoon bij je kindschap God. Met je kindschap God maak je geen vrienden in de wereld. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En wat doen we dan met de woorden van Jezus toen hij zei, wie achter mij komt. Ik heb mocht voor Jezus kiezen en achter hem gegaan. Wie achter mij komt, die moet zijn kruis dragen. En wie zijn kruis niet draagt, kan mijn discipel niet zijn. Dus christen zijn is een kruisdrager zijn. Christen zijn is dus ook een weg van lijden, verdrukking, vervolging, aanvechting. En wat zegt Paulus aan Timotheus? Allen die in Christus Jezus oprecht leven, zullen vervolgd worden. Allen, hè? Niet alleen in de Aziatische landen. Niet alleen in China. Niet alleen in het lijstje van Open Doors. Maar ook in de westerse wereld. En als we naar de praktijk kijken, waar heeft de duivel in de afgelopen 70 jaar zijn grootste slag geslagen? Want wat is het doel van de vervolging? Het doel van de vervolging is om een wicht te slaan tussen God en kind van God. Dat wordt eindeloos je hele leven beproefd. En dat gebruikt God om ons sterker te maken in ons geloof. Maar vervolging heeft maar één doel, zegt Petrus, opdat de echtheid van je geloof blijkt iedere keer. De echtheid van je geloof blijkt in de vervolging. In de verdrukking, in de moeilijkheden. Dat is in een huwelijk ook zo. Ik ben eens met 10 keer getrouwd, maar dan ga je op weg. En onderweg gebeuren er ook hele vervelende dingen. En daar wordt de echtheid van je liefde beproefd. Of je elkaar trouw blijft, of je het volhoudt. Want liefde en lijden horen onlosmakelijk bij elkaar. En daarom zegt Paulus, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat hoort gewoon bij ons geestelijk leven. Dus wie zegt van, wij worden in de westerse wereld niet vervolgd, die moet toch eens goed nadenken. En als u het wil weten, ik heb een heel simpel testje voor u. U gaat straks op vakantie, laat nou uw mobieltjes thuis. Laat nou uw mobieltjes thuis. En als u het niet thuis laat, probeer dan eens een dag eraf te blijven. Dan weet u aan het eind van die dag wat psychische vervolging is. Dat is maar één voorbeeldje, maar er zijn er duizenden. Want wij moeten voortdurend in deze westerse wereld keuzes maken voor of tegen Jezus. Voor de wereld is tegen Jezus. En via onze mobieltjes komt de hele wereld binnen. En om het dan nog af te zonderen voor de Heer en hem oprecht lief te hebben met een volkomen toegewijd hart, is in deze tijd een verschrikkelijk zware opgave. Ik vind het heel zwaar in deze tijd om als christen te leven. En echt met een volkomen toegewijd hart mijn Heer toegewijd te zijn en in zijn dienst te staan. Ik kan het niet anders zeggen. Ik weet wat vervolging is. En wat zei Jezus aan het slot van de 7 zendbrieven in de Openbaring? 7 briefjes van Jezus, van Efeze tot de laatste aan Laodicea, dat hij zei, de beloning is alleen voor de overwinnaars. Hij had het al op aarde gezegd, strijd om in te gaan. En de weg is smal, maar daar zegt hij in die brief 7 keer tot ons allemaal, alleen wie overwint zal deze dingen beërven. En een overwinnaar is iemand die gestreden heeft. Een overwinnaar is iemand die weet wat vervolging, verdrukking, tegenslag, benauwdheid is, aanvechting is, om op de smalle weg te blijven wandelen. En als eind ben je of een overwinnaar of je bent een loser. En Paulus zei, ik zal strijden alleen. Op dat punt strijd ik alleen. Voor mij is het een wedstrijd, een wedloop. En ik hoop dat ik straks aan het eind de genade mag vinden dat ik de overwinningskrans krijg. Maar hij leefde wel hier op deze aarde steeds in zijn hoofd dat ik niet de anderen gepredikt heb, zelf afgewezen word. En als je dat in je hoofd hebt, dan wandel je op de smalle weg. Want dat is een voortdurende innerlijke waarschuwing. Kijk uit, pas op, dat je niet ontspoort en niet van de weg afraakt. Ik geef nog een voorbeeld. Hoe je met de Bijbel in je hand het woord van God krachtloos kunt maken. Jezus heeft 1 boek zelf rechtstreeks aan ons geschreven. En dat deed hij door zijn dienstknecht Johannes. Dat kennen wij als de Openbaring van Johannes. Het is het laatste Bijbelboek. Daar spreekt Jezus persoonlijk tot zijn gemeente.
Het heet een openbaring. Dus het is geen moeilijk boek. Want een openbaring betekent letterlijk een ontsluiering. Het woord openbaring in het Grieks is apocalyps en betekent eigenlijk de onthulling van een standbeeld. Als een standbeeld onthuld wordt, ligt daar een doek over, je trekt een touwtje, het doek valt weg en dan zeggen: ah, dat is het. Nou, Jezus zegt hier in dit boek: ik trek het aan touwtje, ik haal het doek weg en je mag in de toekomst kijken. Onthulling. En wat zeggen wij? Een moeilijk boek. Er wordt zelden over gepreekt. Een gesloten boek. Ik was al heel jong toen ik aan de predikant vroeg van: waarom preek u daar niet over? Ja, zei hij, dat is een profetisch boek en dat kun je niet letterlijk nemen. En als ik dan vroeger kan hem, als je dat niet letterlijk kan nemen, dan betekent dat eigenlijk dus dat Jezus niet bedoelt wat hij zegt. Maar wat bedoelt hij dan? Nou, toen wist de dominee het ook niet meer. En die vraag heb ik ook 10 keer op de universiteit gesteld. Ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Dan zei ik, ja, maar als je het niet letterlijk kan nemen en niet serieus kan nemen, als Jezus en de profeten niet bedoelen wat ze zeggen, wat bedoelen ze dan? Ja, dan bedoelen ze dus wat wij er zelf van maken. En dan maken wij het woord van God weer krachteloos. Want dan liggen er voor we het weten honderden meningen. En over dat laatste Bijbelboek zijn honderden boeken verschenen die elkaar allemaal tegenspreken. En wat is het einde van het verhaal? We houden het maar dicht en zeggen: ach, het is een moeilijk boek. Laten we er maar niet meer over praten. Weg openbaring. En zo hebben we dan met de Bijbel in de hand het woord van God weer krachteloos gemaakt. En dat hadden we allemaal kunnen voorkomen als we ons gehouden hadden aan de opdracht van Jezus toen hij dit boek aan ons gaf. Want hij zei: dit boek moet je niet verklaren. Dit boek, dat moet je lezen. Het is een voorleesboek wat je moet horen en wat je moet bewaren. Voorlezen, horen en bewaren. Want het zal duidelijk worden door de tijd heen, want het overbrugt 2000 jaar. Nou, geweldig. Als we ons daar dan hadden gehouden, gewoon als voorleesboek, het goed uit ons hoofd hadden geleerd, het zuinig hadden bewaard en het dagelijks of wekelijks of maandelijks of minstens 1 keer per jaar zouden lezen, dan hadden we daar een geweldige ondersteuning aan gehad. Want gaandeweg openbaart het ons steeds meer van de tijd waarin we leven. Ook nu is het een heel belangrijk boek. Nee, voor ons is het in de kerken vaak een gesloten boek. En wat er van overgebleven is: Jezus komt en de wereld vergaat. We bedoelen dus daarmee te zeggen: Jezus komt terug om hier zijn voeten te branden aan een aarde die in de fik staat. En een mensheid die vergaat. En dat staat er nou juist niet in. Er staan heerlijke dingen in. Als Jezus komt, begint zijn rijk. En dat is een hele andere belofte. En daarom is het zo belangrijk dat we ons houden aan die regel. Het is een voorleesboek, horen en bewaren. En het boek Openbaring is heel makkelijk te lezen. Ik leerde van Corrie ten Boom: Dick, dat boek moet je lezen zoals je vis eet. Nou lust ik geen vis, maar ik begreep het wel. Ze zegt: je moet het lezen zoals je vis eet. Je eet lekker van de vis en de graten leg je terzijde. En zo heb ik de Bijbel leren lezen. Alles wat je niet direct begrijpt, zijn de graatjes en die leg je terzijde. Maar het feit dat er graten in vis zit, is toch geen reden om geen vis te eten? Er zitten graten in het boek Openbaring, maar dat is dan toch geen reden om dat boek te lezen en te bestuderen en gehoorzaam te zijn als Jezus zegt: het is een voorleesboek. Lees het. Zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die dit boek lezen, die het horen en bewaren. Er zit een zaligspreking aan verbonden, direct al aan het begin. Wat een heerlijke belofte. Het is toch iets om vreselijk voor te danken? En daarom is het zo heerlijk om de Bijbel te lezen. Maar je moet het wel doen binnen de kaders en de opdrachten die Jezus zelf geeft. En Jezus geeft ons de opdracht om dit boek op deze wijze te benaderen en daarmee om te gaan. En zo zien we aan de hand van deze voorbeelden, en ik ga er dan mee stoppen, dat die woorden van Jezus, dat wij het woord van God krachtloos kunnen maken, dat die ook vandaag nog volop geldig zijn. En ik vind dat ieder christen deze woorden in zijn hart moet schrijven en geschreven moet hebben. Leef ik eruit? Maak ik door mijn leven het niet krachteloos? Gebruik ik de Bijbel niet verkeerd? Want ook door de Bijbel zelf kan ik het woord van God krachteloos maken. Ik hoop dat u een klein beetje hebt begrepen en geproefd wat ik vanavond mocht zeggen. En dat u daar uw voordeel mee kunt doen. Mogen God u daar rijk in zegenen. Ik ben u dankbaar voor de vragen die u hebt gesteld. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Ik zal er een paar uithalen die in de tijdsbestek aan de orde kunnen komen. Ik lees de eerste maar voor waar ik een paar woorden over wil zeggen. Of misschien moet ik eerst iets anders doen. Om misverstanden te voorkomen, wij kunnen het woord van God krachtloos maken. Hoe voorkom je dat dan? Is daar een heel simpele handreiking voor? Dat werd hier in de studio ook aan mij gevraagd.
Nou, dat is heel simpel. Door vragend te leven. Ik leef vragend. Als ik een preek maak, dan vraag ik aan die preek en aan mezelf, leef ik daarna? Bezit ik dat? Beleef ik dat? Is dat waarheid in mijn eigen leven? En dat doe ik niet alleen aan mezelf. Ik stel die vragen ook bijvoorbeeld aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. Ik heb vaak in mijn carrière aan mijn vrouw en kinderen gevraagd, gaan jullie met plezier bij mij naar de kerk? En hebben jullie er geen moeite mee met wat ik daar zeg? Of heb je het gevoel van, nou pa, wat je staat te beweren, dan moet je jezelf maar eens in de praktijk brengen. Dan wordt het woord van God krachteloos. Dus door vragen te leven, en dat leren we van Jezus, en vragen te stellen aan onszelf, vinden we de antwoorden en voorkomen we dat we het woord van God krachteloos maken. En ik ben dan ook meerdere malen tot de conclusie gekomen dat ik het woord van God krachteloos heb gemaakt. En ik ben ook meerdere malen de kansel opgegaan als predikant dat ik mijn excuses heb aangeboden aan de gemeente en zei, wat ik verteld heb, daar heb ik in dit opzicht spijt van, of ik vind niet dat het klopt, of ik had het anders moeten zeggen. En ik vind dat dat er gewoon bij hoort. En dat heb ik met mijn vrienden moeten doen, met mijn vrouw moeten doen, met de kinderen moeten doen, door vragen te leven. En dan komen de antwoorden en dan moet je ook de moed hebben om te beantwoorden aan het antwoord wat dan in je hart opkomt. En dat antwoord is soms, beste jongen, je hebt het wel mooi verteld, maar het klopt niet in je eigen leven. Dan moet je daar ook eerlijk voor uitkomen. En er ook aan werken om dat weer te veranderen. Eerste vraag. Soms zijn er periodes dat het geloof op een laag pitje staat. Stel dat iemand dan geloofsvragen stelt. Wat moet je doen? Want als je misschien niet kan getuigen, maak je dan Gods woord krachteloos. Je maakt Gods woord op die manier niet krachteloos. Iedereen kent in zijn geloofsleven wat wij noemen winterperiode. Ons geloofsleven maakt een curve door van zomer, najaar, winter, lente en weer zomer. Ik vergelijk het weer met mijn huwelijk. In mijn huwelijksliefde gaat het ook zo. Er zijn tijden dat ik heel erg veel van die vrouw hou. En ook dagen dat ik erachter het behang kan plakken. Daar heb je geen last van, maar ik betijd er wel. Dat zijn de winterperiodes. En daar moet je doorheen. Want juist in die winterperiodes word je geoefend en geleerd in volharding. Om overwinnaar te worden. Dan spant het erom en dan gaat het erom. En zo is het ook in onze verhouding met God. Er zijn tijden dat God heel dicht bij ons is, dat we het echt beleven. Er zijn ook periodes dat God van ons verwijderd is. En ik heb hele lange periodes gekend waarin ik mijn Bijbel wel onder mijn nachtkastje kon stoppen. En de grootste moeite had om zondags de kansel op te gaan. En het is me ook een paar keer gebeurd dat ik zondags de kansel op ging en dat ik zei, ik heb niks te vertellen. Want ik weet het zelf niet meer. Dat kan je zomaar overkomen. Dat noemen we de winterperiode die ieder kind van God kent. Dat hoort gewoon bij ons geloofsleven. Je kunt niet geloven zonder twijfel. En je kunt geen overwinnaar zijn zonder aanvechtingen. Dat zijn allemaal vormen van verzoeking en beproeving die ons sterken in ons geloof. En de apostelen schrijven daar ook over en het wordt ook genoemd in de Bijbel zelf. Daarmee maken we het woord van God niet krachteloos, maar geven het juist kracht. Want als we in dat soort periodes volharden, dan staan we op de smalle weg. Wat ik zelf altijd doe in de winterperiodes, dan leg ik alles af. Dan lees ik soms ook een tijdje mijn Bijbel niet. En dan breng ik het allemaal terug tot één punt. En dat is dit ene gebed. Heer, doe me liefhebben wat u lief hebt. En doe me haten wat u haat. En daar leef ik soms week op. Met dat gebed in mijn stille tijd, in de auto, in mijn werk. Vele malen per dag. Heer, doe me liefhebben wat u lief hebt. En doe me haten wat u haat. Want als dat gebed verhoord wordt, ben ik altijd op de smalle weg. En leef ik. Daar wou ik het bij laten. Is ook een vraag van, weet Jezus de tijd van zijn komst nu wel? Nee, Jezus weet het niet. Jezus zal het tot de laatste seconde niet weten. Heeft u ook eerlijk gezegd. Juist als hij spreekt over de dagen van Noach, dan zegt hij heel uitdrukkelijk, je kunt het niet berekenen, je kunt het niet voorspellen, je kunt het niet weten. Zelfs de Zoon des mensen weet het niet. Toch lopen er hier op aarde iedere keer weer mensen rond met grote titels en hele hoop beweringen die het wel weten. Ik weet nog wel, toen het jaar 2000 eraan kwam, vergalopeerde zelfs Billy Graham zich, voor het jaar 2000 komt Christus terug. Hij is nu een valse profeet. Want 21 jaar later is de Heer er nog niet. Jezus weet het ook niet. Dat weet de Vader alleen, zei Jezus. Dat is het grote geheim van God. Het moment dat Hij alleen, helemaal in zichzelf, het moment bepaalt waarop Hij zijn Zoon terugzendt naar de aarde. En daarmee valt het natuurlijk ook samen
onze opstanding, want we zullen dan het eerst opstaan, en onze ontmoeting met hem. Dat is een mysterie en dat blijft een mysterie. En dat moeten we ook gewoon zo laten. En het is maar goed dat het een mysterie is. Want anders zou het heel anders gaan en helemaal uit de hand lopen. Ik ben best bang voor de rechterstoel van Christus. Het lijkt op een examenuitslag. Hoe heb je geleefd? Hoe moet ik dat zien? Ik begrijp dat heel goed. Ik had er laatst met mijn vrouw een gesprek over en ik heb er ook met mijn kinderen wel eens over gesproken. Ik kan eerlijk zeggen, ik heb dat niet meer. Ik had het wel, maar ik heb dat niet meer. En dat komt, ik heb in 2005 een keer heel bewust op sterven gelegen in de ambulance. En er werd over mijn hoofd vergaderd, Sint-Jansdal of Isala Zwolle, want 15 kilometer kon zelfs fataal zijn. Ik was bij volle bewustzijn. Ik heb de schroeven geteld in het dak van de ambulance. Mijn vrouw zat naast me, de verpleegster zat naast me en ik wist dat ik stervende was. Ik heb geen muziek gezien, ik heb geen hemelpoort gezien, geen engeltjes, ik kan er helemaal niks over vertellen. Wat ik wel kan vertellen is dit. Ik werd afgepeld als een ui. En iedere keer verdween er een laag van me en kwam er een volgende laag tevoorschijn. En het werd steeds vrijer en steeds heerlijker en steeds mooier. En ik had het gevoel, ik ben bezig thuis te komen. Thuis, waar ik hoor. En op een gegeven moment was ik zo ver dat ik tegen mijn vrouw zei, vind je het goed dat ik naar mijn eeuwig huis ga? We hebben dat vroeger al besproken en ze zei ja. Maar de verpleegster zei nee, want dat mogen ze niet in de ambulance. En toen ben ik kort daarna buiten bewustzijn geraakt. En toen ik weer bijkwam, lag ik op de intensive care in het ziekenhuis. En toen was ik nijdig. En die vrede en die blijdschap die ik daar had, heb ik nog altijd in mijn hart bij me. Want werd in de tijd in 2005 tegen mij gezegd, je hebt een ernstige vervuilingsziekte in Bosnië opgelopen. We geven je nog 5 jaar maximaal. En ik heb er nu 10 jaar bij gekregen. En ik leef heel dankbaar. En als ik naar huis mag gaan, ga ik met vreugde naar het vaderhuis. Want er is een huis met vele woningen. En dan verschijn ik inderdaad voor de rechterstoel van Christus. En sinds die tijd beleef ik dat niet meer als een examen. Waarom niet? Omdat ik denk dat voor de rechterstoel van Christus, als je daar als kind van God bent, dat dan uiteindelijk Jezus je afpelt en alles bij je weghaalt wat niet van hem is en wat niet geschikt is voor de eeuwigheid. En dan zegt hij, Paulus zegt het ook zo, dan moeten wij onze eigen zonde wegdragen. Jezus maakt daar zijn handen niet aan vuil. Maar voor de rechterstoel van Christus, lees het maar na, moeten wij onze eigen zonde wegdragen. Tante Corrie zei dan, naar de zee waar het verboden is te vissen. En het lijkt me heerlijk dat ik dan voor Christus sta en dan eindelijk tot ontdekking kom wie ik nou uiteindelijk ben. En wat er van me geworden is tussen mijn geboorte en deze 76 jaar. En dat dan de echte dik tevoorschijn komt, waarvan Jezus zegt van, daar hou ik van en daar wil ik mee verder. En dat al dat andere, al die ballast, er dan van verdwijnt. Waarom verheug ik me erop? Omdat alleen Jezus mij kent en omdat alleen Jezus een eerlijk rechter is. Wat mensen van me zeggen, zelfs mijn eigen vrouw en kinderen, is, kan nooit de waarheid zijn. Want ik ken mezelf nauwelijks. Maar dat er dan iemand is die me helemaal kent en helemaal de grond en dan de waarheid over mezelf openbaart. Dat lijkt mij zo bevrijdend en daar heb ik eigenlijk al iets van geproefd in de ambulance. En dat wil ik tegen de vraaggestelde zeggen. Ik wou het hier vanavond weer laten. Paulus zal met ons de Heer danken en ik wil u danken voor het kijken en danken voor het luisteren. En hopelijk nog een keer tot ziens.